2016. Het jaar voor Couple Power om ons te concentreren op power couples. Maak het power couple in jullie los. Daar gaat het jaar over. Wat willen we daarmee zeggen? Vorig jaar was al een heel succesvol couple power jaar. In Duitsland, in Italië, in Singapore, in Lagos, in Zuid-Afrika. All over the place, Engeland. En het is ons toch nog niet gelukt om genoeg mensen duidelijk te maken waar wij voor staan en gaan. Zodat ze een bewuste, genuanceerde keuze kunnen maken. Wij gaan voor power couples. Dat wil zeggen paren die het al of heel goed hebben of nog veel meer uit hun relatie willen halen. En we gaan jullie zo 12 karakteristieken van power couples rustig vertellen. Punt 1. Power couples hebben een sterke emotionele band met elkaar. Natuurlijk schommelt dat, is heel normaal. Maar zij voelen in principe dat ze zich gewild zijn, dat ze geliefd zijn. Ze voelen zich veilig. Ze voelen zich verbonden met elkaar en vrij tegelijkertijd. Vrijheid in verbondenheid. Ten tweede, rotsvast commitment. Ieder paar weet dat het wel eens lastig is om aan alle criteria vast te houden. Soms raakt het in vergetelheid of soms worden dingen wat verwaarloosd. Niet erg, zolang je maar commitment hebt. Dus we horen bij elkaar. We geven elkaar topprioriteit. We hebben respect voor elkaar. We kunnen op elkaar bouwen. We kunnen elkaar blindelings vertrouwen. Nummer 3. Power couples leven een levendige intimiteit. Ze voelen zich erotisch aangetrokken, ook hebben ze een langdurige relatie. Ze raken elkaar aan en vinden dat fijn en toch? Zeker weten. En maar, belangrijk trouwens. Ja, waarmee we onszelf als power couple kwalificeren. Zijn we allemaal om dat te beoordelen. Goed, ten vierde. Lifelong learning. Permanente ontwikkeling. Constant je persoonlijke ontwikkeling. Een hoge prioriteit geven en daardoor de relatie. Als jij persoonlijk groeit en je partner, dan gaat die hele relatie steeds omhoog. En vooral lifelong learning vanuit hoge standaards. Hoge ethische normatieve standaards. En met elkaar steeds maar willen blijven groeien. En hoge standaard geldt ook bij 5, namelijk groots genieten. Power couples vinden het belangrijk om groots te genieten van elkaar en van het leven. Ze geven elkaar positieve aandacht, ze nemen tijd voor elkaar. Ze ontplooien activiteiten die ze fijn vinden met elkaar en die hun band weer versterken. Absoluut. En om die band te versterken en zo te houden, laat het duidelijk zijn ten zesde. Er gaan ook bij power couples dingen totaal mis. Ontstaan conflicten. Alleen zij zijn meesters in het effectief repareren van of een conflict of die afstand die er is, die stilte die er is, om die weer terug te brengen naar die kracht van een power couple. En of er zijn twee soorten stilte zijn natuurlijk. Hè? Een stilte vol van spanning, van eigenlijk heel veel lawaai. Maar het effectief repareren zit ook in stilte nemen. Hele serene, rustige stilte waar je weer voelt hoe je bij elkaar hoort. Mm-hmm. En daarbij hoort natuurlijk ook punt 7. Namelijk power couples zijn in staat om helder te communiceren. Duidelijk te maken. Wat wil ik eigenlijk? Wat voel ik eigenlijk? Wat denk ik eigenlijk? En heel goed te luisteren. Actief te luisteren met een empathisch gevoel voor de ander. Ze zijn ook in staat om zachte gevoelens te uiten in hun emotionele expressie. Van verdriet bijvoorbeeld en vooral van liefde. En zich kwetsbaar op te stellen in contact met de ander. Heerlijk. Vooral voor mannen. Althans, het mijn weg geweest. Het heeft wel even geduurd voordat ik durfde me allerlei redenen om echt kwetsbaar op te stellen. Open te zijn. Helemaal eerlijk te zijn. Heerlijk als je dat één keer doet. En dan groei je samen verder. En dan ten achtste, dan kom je naar een stevig teamwerk. Together everybody achieves magic. Niet alleen more, maar magic. Je bent gelijkwaardig en je bent eigenlijk bijna gelijk, hoe verschillend je ook bent. Je gaat elkaars bijdrage enorm waarderen. Je kan er ook op rekenen. Zowel thuis wie wat doet als op het werk. En je bespreekt als team belangrijke zaken samen. Je weet dat je elkaars een van de belangrijkste raadgevers bent. En je neemt de grote beslissingen zeker samen en praat daarover. In te veel relaties worden belangrijke beslissingen genomen. En weliswaar met beste intenties bepaalde aspecten niet aan de partner verteld. Niet doen, werkt niet. Punt nummer 9. Power couples hebben hevig respect voor de individualiteit en de verschillen van elkaar. Ze begrijpen dat we verschillend zijn. Dat ze niet alleen samen zijn, maar ook individuen. En we verschillen gewoon van eigen behoeftes en eigen achtergronden en eigen wensen. Power couples staan ieder voor zichzelf op eigen benen. Ze voelen zich als individueel krachtig.
Dus de kreet die jij zo mooi hebt de wereld ingebracht, een lange tijd geleden, en die zo, nog steeds zo'n prachtig werk, die Hello Tiger, I love you, nou, dat is zo op het lijf gesneden. Dat is iets wat ze iedere dag weer in zichzelf kunnen oproepen, de power couples. Belangrijk is ook dat power couples weten dat er echt verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En dat ze deze verschillen respecteren en ze deze verschillen optimaal gebruiken. Absoluut. Even terug naar Hello Tiger, I love you. Wat mij de laatste maanden is opgevallen, constant, bijna iedere dag, worden die stickers nog steeds aangevraagd. Van, hè, mijn boek haal het best uit jezelf van 20 jaar geleden al. Maar we blijven nu paren, vragen het ook steeds meer aan. Dus niet alleen Hello Tiger, I love you naar jezelf, maar ook om het thuis op de sticker, op de spiegel te plakken, hoe je van elkaar houdt. Dat je beide eigenlijk tigers zijn, flexibel, krachtig en beide het voor elkaar gaat brengen. Goed, dat leidt tot 10 levendige ambities en dromen. Power couples die barsten van de ambities en de dingen die ze waar willen maken. Ze staan ook 100% achter elkaar. Al doen ze hele verschillende dingen, er is een time and a place for everything. Bijvoorbeeld de Clintons is toch een mooi voorbeeld met alle rare dingen die daar ook gebeurd zijn. Maar ze ondersteunen elkaar door dik en dun in hun carrière. Zoek altijd manieren om elkaars ambities en dromen en doelen samen te realiseren. Punt 11. Power couples genereren een positieve kracht met elkaar die hun eigen individuele kracht eigenlijk overstijgt. Dus daar gebeuren zo mooie dingen dat het vaak het geval is dat power couples echt succesvol zijn. Op hun eigen manier. Dat hoeft niet per se met geld uitgedrukt te worden, maar zij voelen zich succesvol en kunnen dat ook zijn. En misschien zelf een bijdrage leveren daaraan dat de wereld een beetje beter wordt of een beetje liefdevoller. Nou, niet misschien, dat doen ze ook. Je bent altijd wat voorzichtiger om het uit te drukken. En dat gaat er van succes naar wat de Engelsen mooi noemen significance. Dat je een substantiële bijdrage geleverd hebt. Last but not least, als je ouder bent, geen misverstand over. Power couples zijn de beste ouders. Het is een solide situatie. Het is de belangrijkste voorwaarde dat je relatie thuis top is. Om dat rotsvaste team te creëren waarmee je je kinderen brengt naar de plek waar je wilt zijn. Nou, hieronder staan natuurlijk die 12 criteria. Als dit je aanspreekt, als je een powerkoppel was, bent of wilt worden, stel je voor, doe eens lekker mee een weekendje uit in ons powerkoppel relatieweekend. Volg dus 4, 5 en 6 maart wederom in Nijmegen. En kijk maar op de site, vind meer informatie. Laat het maar lekker indalen en laten we samen er naartoe gaan wat we willen, namelijk de powerkoppel te zijn. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Dag. Doei.